Beste kijkers, goedemiddag. Vorige maand zagen we ons bezig in Maastricht en in Brussel. Een nieuwe maand en die beginnen we in Parijs op de Retromobile. Frankrijk, Parijs, Retromobile. Dan sta je natuurlijk ook even stil bij een typisch Franse auto van destijds. Een Renault 5 Turbo uit 1980. En dit is de Turbo 1. Onderscheidt zich van een normale Renault 5 door aluminium motorkap, aluminium deuren, aluminium achterklep. En verder heeft hij kunststof voor- en achterschermen. De motor zit, in tegenstelling tot een normale Renault 5, zit de motor hier achterin. En die heeft 150 pk bij 950 kilogram. Dus die wil wel. Destijds heeft zo'n auto in Nederland gekost rond 60.000 gulden. Deze Renault 5 Turbo is verkocht voor 103.700 euro. Lief hè, zo'n ding. Hij heet Abarth 57 Sagato van 1957. Hier kun je als vrouw, maar ik kan het ook hoor, verliefd op worden. Wat een mooie vormen en wat een mooi interieur. In de categorie hoe mooi kan een auto zijn qua lijn. En ook nog nooit gezien deze auto. Een Alfa Romeo 6C 2500 SS Bertone uit 1942. We gaan toch weer even terug naar de categorie ongelooflijk van gisteren. Dit is een Maserati Indy 4,2 liter uit 1969 en er is er ook maar één van. Waarom? Nou, hij is hier op de motorkap, op het vlakke gedeelte is hij flink doorgerot. Zelfs hier op het dak, flink doorgerot. Er zit heel veel plamuur op. De geschatte opbrengst op de veiling was 8.000 tot 12.000 euro. Hij deed 33.000 euro. Ik denk toch dat we inmiddels inflatie hebben. Stel je voor, je had in 1960, 1970 een mooi huis in Monaco, Saint-Tropez. En dan ging je 's middags natuurlijk naar het strand. Maar dat deed je niet met je Aston Martin, dan ging je met je Renault 4. En deze heet Renault 4 de Plage. Dan heeft hij nog een bijzonderheid. Renault 4 is constructief natuurlijk niet zo sterk. Dan werd het zo gedaan, dan gingen de voordeuren dicht. En dan werd hier een verstevigingstuk ingemaakt voor het chassis, zodat hij niet door kon. Parijs Retromobile. Hele aparte auto's staan. Zo ook deze Bizzarrini 5300 GT van 1968. Destijds gekocht door meneer Jula en dat was een handelaar in biljarts en speelautomaten en gokkasten. Deze meneer heeft 25.000 kilometer met deze auto gereden, zolang hij hem gehad heeft. En gisteravond is hij hier geveild voor 1.005.000 euro. heel apart iets. Wat we eigenlijk ook nog nooit gezien hebben is dat de autofabrikant Renault hier in Parijs een mogelijkheid heeft om met 3 Renault 16's proef te rijden in Parijs. En dat met oude auto's. Waar vind je dat dan? Dit is tevens het einde van deel 1, maar we komen nog terug met een deel 2.